bent live in Café Rotterdam. Toen AVROTROS en de publieke omroep mij vroegen een stelling van Nederland te presenteren over het thema racisme, heb ik uiteraard meteen nederig ja geknikt. Wat ik niet kon bevroeden was dat dit programma en vooral mijn persoon het leidend voorwerp zou worden van een boycott. Nog voor er iets over de inhoud, de opzet of de gasten bekend was, besloot de activisten dat een witte presentator op deze plek ongepast is. Ze riepen hun achterban op om niet te komen. En in een brief noemen ze witheid een vorm van psychose. En dan ben ik, Polder Danny, Uberkakker, noem het, ook nog eens het vlees geworden witte privilege. Gelukkig kan ik de dames en heren boerroepers geruststellen. De publieke omroep is er voor iedereen, voor links en rechts, voor jong en oud, voor stad en platteland, voor zwart en wit, ja, en voor alles wat daartussen zit. En ik, beste mensen, ben van niemand. Want voor wie dat belangrijk vindt, ik ben van geen geloof, geen gezindte, geen partij. Ik doe een beetje bekakt, dan kun je wat meer salaris vragen. Ik ben toch gewoon de zoon van een zeeman. Hier aan de overkant werkte die. En ik kom uit een familie, ik ben nazaat van een familie van mensen die vluchten naar deze vrijzinnige streken. Maar goed, het gaat vanavond niet over mij. Ik ben gewoon de debatleider van dienst, maar over een kwalijke zaak. Namelijk over racisme. Het debat erover wordt volop gevoerd, ook hier op onze nationale zender. En het is onze intentie om dat in alle openheid te doen. Niet over elkaar, maar met elkaar. Dat gaan we dan ook doen met een, binnen de coronaregels, goed gevulde zaal, waarin alle kleurtjes en smaken vertegenwoordigd zijn. Hulde dat u er bent, want het getuigt van enige moed om hier te kunnen zijn, te willen zijn, te durven zijn. En daarom luidt de stelling. Het huidige racisme-debat drijft Nederland uit elkaar. Welkom bij de Stelling van Nederland. Ja, en waarom nou deze stelling? Was al meteen gedonder over de stelling. Is dat dan wel de stelling? Je hebt een groep die zegt het programma moet geboycott worden, want ja, het is eigenlijk te wit, het is niet divers genoeg. Dan hebben we inmiddels ook een groep die zegt het is eigenlijk veel te divers, veel te gekleurd, dus de zender moet op zwart. Vandaar die stelling dus. Het huidige racisme-debat radicaliseert en drijft Nederland uit elkaar. Wie mag ik het woord geven? Meneer. Mijn naam is Gerrit Bogaars. Ik kom uit Laren, Noord-Holland. Ik ben een witte man. Mijn vrouw is zwart. Ze komt uit Aruba. Ik heb 2 kinderen en die zijn prachtig. Dat kunt u zich wel voorstellen. Ze zijn 31 en 29. Ik behoor tot de generatie witte jongens uit 76. Ik ben van 51. Die samen met zwarte jongens en bruine jongens, toen waren we nog jongens, nu zijn we mannen, de eerste antiracisme en antidiscriminatiegroep hebben opgericht in Nederland. Wanneer was dat? Dat was in 1976. Het heette werkgroep Kater. Heeft niet veel geholpen dan? In Hilversum. Oh. Rotterdam kwam na ons. Dat was Radar. En daar hebben we een goede samenwerking mee gehad. Waar het om gaat. Wat is het punt dat u wilt maken? Ja, sorry. Zeg het maar. Nee, wat is het punt dat u gaat maken? Het punt wat ik ga maken is dat we elkaar heel hard nodig hebben om racisme aan te pakken en discriminatie. Het is een onderwerp dat iedereen raakt. Oké, okay, bent u dus iets eens van met de stelling? Ik ben het niet eens met de stelling zoals die geformuleerd is. Want? Ik voer al jarenlang, decennia lang, dit debat, dit gesprek. Ik ben niet uit elkaar gedreven. Mijn vrouw bestaat ook nog heel. Wij zijn 44 jaar samen. Absoluut niks uit elkaar gedreven. Dat moeten we ook niet hebben. We moeten respect voor elkaar hebben en geborgenheid. Prachtig, Steenman. Dank u wel. Zonder discriminatie. Kijk, Liek, oud-PVDA-Kamerlid. Wat is uw standpunt? Voor of tegen de stelling? Ja, nee, maar volgens mij moet je ook uitkijken als je een beetje nuance in het debat brengt. En dat vind ik tegelijkertijd wel een probleem aan hoe we dit debat voeren. We horen alleen maar de schreeuwers aan de uiterste flanken en heel erg vanuit groepsdenken. Ja. Daderschap heeft een kleur, slachtofferschap heeft een kleur. Dat is niet de weg. Terwijl de zaak waar het over gaat, namelijk discriminatiebestrijding tegen racisme, zijn, dat is de mooiste en belangrijkste strijd die je kan voeren in een vrij land. En het is ook prachtig om te zien dat al die jongeren en al die mensen ook demonstreren, die protesten doen, allerlei velden en die lopen vol. Ja. Dat vind ik heel mooi. En dit moment moeten we pakken om juist de discriminatie te verminderen, de uitsluiting aan te pakken. Ja. Maar onderweg moeten we onze vrijheid niet vertrappen. Precies. Dus anderen niet uitsluiten. Duidelijk punt. Burgemeester Kool van Dordrecht, u komt net uit uw prachtige gemeente. Was weer een demonstratie?
Ja, we hebben vandaag twee demonstraties gehad. Ja. Eentje van de groep Black Lives Matters. Met zo'n kleine 300 mensen die demonstreerden tegen racisme. En een demonstratie voor het vrije woord. Ook zo'n prachtig item. Mm. En beide demonstraties zijn naast elkaar en vredig goed verlopen. Mm. Oké, okay, dus en, nou ja, dat is eigenlijk, u zegt het gaat eigenlijk wel goed. Kan allemaal wel een beetje naast elkaar? Nou, het kan allemaal wel een beetje naast elkaar. Waar ik, wat ik wel heel erg eens ben met de vorige spreker, is dat het heel erg vaak gaat om voor of tegen. Mm. Terwijl dit debat volgens mij uiteindelijk toch in de nuance en in het redelijke midden moet worden opgelost. Daar waar je polariseert en de polen aandacht geeft, daar groeit volgens mij het probleem. Craig Riesendonck, we kennen jou van televisie, we kennen je van het hardlopen, ik ben commentator. Je hebt ontzettend veel gedonder gehad dat je hier zou deelnemen aan de uitzending. Vertel. Ja, het is natuurlijk nooit goed. Hè? Spreek je een soort van tegen en dan krijg je natuurlijk iedereen over je heen. Maar ik vind het met name belangrijk, als we even kijken naar de stelling, of het ons uit elkaar drijft. Nou, ik hoop het in ieder geval niet. En dat is ook de reden waarom ik hier zit. Ik zit hier omdat ik in gesprek wil gaan om te benoemen waar eventueel de pijnpunten zitten bij mensen. En dat bereik je niet door te schreeuwen, door fel tegen te zijn of fel voor te zijn. Mm. Maar om te luisteren wat er nou, waar die pijn nou zit. Oké, okay, maar dan had je nou bijvoorbeeld zo'n incident bij Voetbal Insight. Ja. De voetballers van het Oranje Team zeggen, daar gaan we niet meer naartoe. Ja, ja. Nou, één, snap ik die boycott, hè? Dat snap ik helemaal. Wat ik, maar goed, wie ben ik, maar wat ik had gedaan als sporter, had misschien wel gezegd, of als KNVB zijnde, van we schuiven één persoon naar voren, in dit geval de aanvoerder van het Nederlands elftal, en ga juist wel het gesprek aan. Hmm. Hè? Dus niet iedereen of random iemand het gesprek, maar juist de aanvoerder. En vertel nou wat er zo vervelend is en wat er zo pijnlijk is aan zulke opmerkingen die gemaakt worden. En dan heb ik het niet alleen maar over de opmerking, eventueel over Akwasi, maar wat doet het nou met zo'n selfie? Wat doet het nou bijvoorbeeld met zo'n speler van volgens mij Excelsior die daar op de tribune wordt. Hè? En als we dat gesprek niet aangaan, dan komen we tegenover elkaar te staan. Vincent even, VVD-fractievoorzitter, Rotterdam. Ja, nou ja, precies. Kijk, we komen niet dichter bij elkaar als we het debat laten voeren door de extremen op de flanken. Aan de ene kant heb je een flank die er een grote heksenjacht van maakt. Nou, dat hebben we ook in aanloop van naar dit programma gezien. En aan de andere flank die bagatelliseert het probleem of ontkent dat er überhaupt een probleem is. En waar we het volgens mij over moeten hebben is van hoe lossen we het op? En wat je nu vooral van de politiek ziet, wat ik uit de politiek zie komen, is symboolpolitiek. Weet je, polariserende oplossingen, straatnamen willen veranderen, beelden naar beneden willen halen, dat soort dingen. Terwijl we het juist moeten hebben over concrete dingen die we hier in Rotterdam kunnen aanpakken. Komen we op terug in dit debat. We gaan ook naar oplossingen. Straks eerst Farid Azarkan, Denk. Ja, kom er maar in. Nou, ik zie eigenlijk een woord te veel. Volgens mij is het huidige racisme drijft Nederland uit elkaar. Oh, vertel. Nou ja, kijk, ik merk dat er een groep mensen is die eigenlijk al 20 jaar, 25 jaar opkomt voor ongelijkheid. En die groep, en dat gaat dan ook bijvoorbeeld het symbool van Zwarte Piet, maar het gaat ook over institutioneel racisme. We zien een belastingdienst die al 8 jaar mensen van kleur anders behandelt of op een achternaam. Die mensen hebben ook 8 jaar geroepen dat het niet eerlijk was. Waar het om gaat is dat we in Nederland dat probleem hebben. Als we dat niet met elkaar oplossen, dan drijft het uit elkaar. Maar ik vind het te makkelijk en ik heb daar ook wel begrip voor dat mensen zeggen van joh, sinds wanneer moeten we het hebben over een toon van een debat? Terwijl het echte probleem namelijk racisme is. Oké, okay, maar gaan we het ook zeker over hebben. Even D66, Jan Paternotte. Waar staan jullie? Ja, ik vind het eerlijk gezegd ook best een bijzondere stelling. Want ik vind het juist bij Nederland passen om een moeilijk gesprek niet uit de weg te gaan. Mm-hmm. En racisme is inderdaad een moeilijk gesprek. Maar dit programma is wat we eraan doen. Jan, dit programma wordt door grote groepen geboycott. Mag niet plaatsvinden, kan niet. Ja. Allemaal mensen die hier ook zitten, maar vooral de redactie heeft zo'n 500 mensen gebeld. Werkelijk alle kleuren, alle partijen. Ja. We worden op extreem rechts geboycott. Niet eens extreem, maar in ieder geval rechts. Voor mij ben je niet zo snel extreem. En op links worden we geboycott. Ja, ik zit hier met veel plezier, maar ik snap ook wel dat sommige mensen dit een gekke stelling vinden. Want ja, het suggereert een beetje dat je het debat over racisme niet moet voeren, terwijl dat juist gevoerd moet worden. Okay. En daarom ben ik heel blij dat we het hier doen, maar op basis van deze stelling suggereert het dat kort het debat punt van moet Vincent, ga ik naar deze meneer, ga ik terug. Nee, mevrouw, u komt ook. Nou, ik vind wel interessant wat Farid zegt, is van racisme drijft mensen uit elkaar, maar wat helpt het dan om dingen voor te stellen zoals die straatnamen veranderen? Dat gaat er toch niet voor zorgen. Bijvoorbeeld als je de Witte de Wit hebt in Rotterdam, heel veel discussie over. Die straatnaam zou van Denk veranderd moeten worden. Dat verhindert niet dat volgende week vrijdag daar weer een zwarte jongen wordt geweigerd in een club in de Witte de Wit, omdat hij zogenaamd de verkeerde schoen heeft. Wat helpt dat? Wat je ziet, Vincent, is dat inzichten soms later indalen. Toen wij in 2015 kwamen met dat de politie etnisch profileert, en toen wij het in 2016 zeiden, toen werd ons verweten dat we
dat we mensen tegenover elkaar zetten. Toen werd tegen ons gezegd, ja, de Belastingdienst doet dat niet. Ja. En nu zien we dat ook de VVD zegt, er is aangifte gedaan, moet je voorstellen, van beroepsmatig discrimineren. Er is een zwarte lijst waar 110.000 mensen op afgevoerd zijn. Ja, kijk, de VVD zegt, etnisch profileren door de politie, dat is goed politiewerk. En ik zeg, nee, dat is racistisch. Nee, oké, duidelijk punt. Komen we straks weer. Meneer, dat punt moet nog indalen. Maakt u zich bekend. Stanley Ramdani, ik ben niet eens met de stelling. Reden waarom. We praten over zwart-wit. En niet een ieder heeft het woord zwart geadopteerd. Omdat zij vinden van ja, het is voor een bepaalde groep. En je ziet de afgelopen periode op de televisies en alle media wie er allemaal naar voren komen. En daarom zou ik zeggen, ik heb liever all lives matters. Ja. Is een keuze van mij. Maar ik ben keihard bezig om ook daar op de agenda te krijgen. Reden waarom? Ik kom uit Suriname. Suriname is een van de eerste multiculturele landen ter wereld. Met al die variaties er zijn. Maar wie komt altijd boven water drijven? Zijn mijn Afro-Surinaamse broeders. Ik praat regelmatig met ze, jongens, doe er wat aan. Met mijn voorouders. Is dat niet omdat er gewoon meer van zijn in Suriname? Meer dan Hindoestanen, Javanen, Chinezen? Maar daarom wil ik het ook. Of wij moeten zeggen van zwart is een politieke kleur. Ja. En wie wil kan zich daarachter scharen? Ik denk dat het een hele andere discussie wordt. Maar meneer Kelder, er is... Ja, ik ben ook niet uitgepraat met Juni. Even. Jullie kennen elkaar, ja? Hij zei wel meneer tegen Juni. Me, dus ik ga er naartoe, hoor. Ik rond even af. Neem dit alvast mee, de rest komt straks. Oké, meneer. Maar het gaat erom, het probleem wordt niet goed gedefinieerd. Vertel. Kijk, jij en misschien ook een heleboel andere blanke mensen gebruiken een beperkte, een smalle definitie van racisme, namelijk dat je je opvatting hebt of ideologie waarin je je superieur voelt ten opzichte van een andere groep. Ja. Maar anderen gebruiken een veel bredere definitie. Het gaat ook om praktijken, om instituties, om bejegening en behandeling die tot gevolg hebben dat mensen van een bepaalde groep achtergesteld dat worden. Dat gaat om het institutionele, systemische racisme. Maar ook alledaagse racisme. Zoals? Het maken van grapjes, het maken van grapjes, het bejegenen van, het kleineren van mensen en zeggen dat het laat zeggen, niet zo bedoeld is. Ja. Dus het gaat om het gevolg. En als je zegt, je praat over gevolgen, dan moet je ook praten over wat voor maatregelen moet je treffen om dat brede racisme te bestrijden. Okay. Daar gaan we dus zeker op door, madame. U bent. Dat u aan de orde stelt en ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Alleen wat ik nu zie en als we teruggaan naar de stelling... Wie bent u? Oh, sorry, ik zal me even bekendmaken. Mijn naam is Rijze Blommestein. Ik ben docent-onderzoeker bij de Universiteit Leiden. En het punt dat u maakt, stelt u terecht aan de orde. Maar ik zou toch graag even willen focussen op de stelling ook dat we zien dat het Nederland uit elkaar drijft. Ik denk dat we dat met elkaar ook laten gebeuren. Als je ziet wat er nu gebeurt, dat er een kleine groep mensen, radicale mensen, die dit debat bijvoorbeeld willen boycotten, maar die ook zo duidelijk een stempel drukken op het debat, daardoor raken we ook verdeeld. En ik denk dat we met elkaar ook daar ons tegen zouden moeten uitspreken. Tegen die kleine groep die zo erg in staat is om dat debat eigenlijk te kaderen. Wat is er op de universiteit dan? Er is toch keurig homogeen links? Nee, los van mijn eigen politieke standpunt zou ik vooral willen kijken inderdaad wat we nu zien. En wat een groot probleem is voor de universiteiten is dat ook op basis van die kleine groep die nu bezig is om een probleem aan de orde te stellen, wat inderdaad een probleem is, dat zegt u ook terecht, maar daardoor in staat is om ook vrijheid van meningsuiting, academische vrijheid, die komt onder druk te staan. Mensen durven niet meer, ook dit debat, u stelt het al aan de orde, mensen durven niet meer. En dat is echt een groot gevaar als dat ook op de universiteiten aan de orde komt. Punt duidelijk gemaakt. Nee, we gaan zo door, maar we gaan eerst even, want we hebben natuurlijk we hebben onderzoek laten gedaan. De grote Gijs Rademaker van het Een Vandaag opiniepanel vraagt wat Nederland ervan vindt. Gijs. Verbindt of verdeelt het huidige racisme-debat mensen in Nederland? Als we deelnemers de stelling van vandaag voorleggen, is het oordeel duidelijk. Slechts 12% denkt dat we in het huidige racisme... debat dichter bij elkaar komen, terwijl 8 op de 10 mensen juist ervaren dat we de laatste weken meer tegenover elkaar zijn komen te staan. En ook bij mensen van kleur vindt een grote groep dat de discussie vooral verdeelt. Ja, de felheid en toon valt veel mensen verkeerd. Zolang slavernij nog wordt goed gepraat, komen we niet dichter bij elkaar, zegt iemand van kleur. En ik schop Zwarte Piet in het gezicht, dat zet dingen op scherp en mensen tegen elkaar op, zegt juist een witte deelnemer. Ja, het resultaat lijkt dat veel mensen zich inmiddels niet meer durven uitspreken.
Van de witte deelnemers zegt 66% het gevoel te hebben dat ze niet in het openbaar hun mening kunnen geven over het racisme-debat. Ja, bij deelnemers van kleur is dit percentage zelfs nog hoger. En dan, verplaatsen witte mensen zich wel genoeg in het leed van mensen van kleur als het gaat om racisme? Hier zien we een verschil. De helft van de witte mensen vindt van wel en 30% niet. Maar van mensen met een donkere huidskleur vindt maar een hele kleine groep dat witte mensen zich genoeg verplaatsen in hun gevoel. 90% vindt juist van niet. Gerard Roethoff, sluit je aan bij zeg maar dat laatste cijfer al, hè? Dus grote groepen van mensen, nou, laat ik zeggen, van jouw kleur voelen zich eigenlijk, wij witte mensen, wij zien het niet, we snappen het niet, we voelen jullie pijn niet. Laat me zo zeggen, ik heb mezelf nooit als slachtoffer gepositioneerd. Wat wel zo is, ik heb natuurlijk een aantal ervaringen in het leven. Ervaringen die mensen met een witte huidskleur, mijn moeder bijvoorbeeld, en die kant van de familie nooit gehad hebben. Ik heb een blanke moeder. Ja. Om terug te komen op die stelling, of het huidige debat eigenlijk verdeeld, hè? Ik zou willen zeggen, zonder wrijving geen glans. Het is zo dat nou, dan gaat het wel lekker nu. Ja. Nee, maar het is gewoon zo. Het is zo dat er nu aandacht voor is. Er is nu aandacht voor. Ja? Rutte heeft voor het eerst uitgesproken, ik vond het geweldig dat hij dat deed, over racisme in Nederland. Hij zegt, racisme bestaat. En komt terug op zijn Zwarte Piet standpunt van 5 jaar geleden. Klopt. Zie je en ook? Ik denk dat dat mede ermee te maken heeft dat zichtbaar nu is hoe groot de pijn is. Natuurlijk zeg ik ben in zijn algemeenheid van het genuanceerd proberen te brengen van een stelling. Maar niet iedereen is in staat om dat te doen. Omdat de frustraties zo hoog zijn. Wat ik wel wil en wat ik wel wens, vanzelfsprekend is dat nu inderdaad we wat uit elkaar zijn, we bij elkaar kunnen komen. Ik bedoel, dat moet er wel gebeuren. Na elke oorlog is vrede gekomen. Ik krijg geen enkele oorlog die doorgegaan is. Gelukkig, we hebben nog niet deze oorlog. Het gaat ook niet gebeuren. Bijna een pleidooi voor oorlog. Wie geef ik het woord in de zaal? Meneer? Madame, eerst jij. Suzette. Hoi, mijn naam is Suzette. Ik vind het vrij storend dat we termen gebruiken als institutioneel racisme met de veronderstelling dat zoiets daadwerkelijk bestaat. Institutioneel racisme betekent dat organisaties binnen een maatschappij bewust raciaal discrimineren. Nee. Dat, ja, wel. Ja, absoluut. Onderwijs. Ik zou zeggen, er is sprake van structurele uitsluiting, absoluut. Maar institutioneel racisme is een behoorlijk verwijt naar Nederland. En ik denk dat wij een van de meest tolerante landen zijn in de wereld. Oké, de vraag is dus, is er institutioneel racisme? Ja. Farid Azarkan zegt nee, u zegt, u begon meteen te klappen, u zegt, is er niet? Ik denk dat de vraag is, praat je over discriminatie of racisme? Wanneer wordt profileren, nee Carrie, wanneer wordt profileren, etnisch profileren? Ja? Dat het heel belangrijk is, zulke soort vragen jezelf afvragen. Naar de microfoon. Ja, Carrie gaat meteen staan. Carrie. Ja, Carrie staat links van me, dat zie je wel. Ja, jongens, let op die meter, 1,5 meter. Sorry, wat was het? Oh, ja? Sorry. Ja, nou, wat ik heel raar vind is dat het dan net gedaan wordt of er niks aan de hand is. Als je nu op de lagere school zit en je hebt een kleurtje, dan krijg je een lager studieadvies. Als je naar de mbo gaat, moet je 4 keer zo vaak solliciteren voor een stageplek. Dus 40% van de uitzendbureaus zegt gewoon heel makkelijk, oh, wij zoeken alleen witte Nederlanders, hoor, tegen een werkgever die dat wil. En een witte man met een geweldsdelict waarvoor hij veroordeeld is, wordt niet aangenomen. En een witte man die veroordeeld is voor een geweldsdelict krijgt wel een baan. En een zwarte jongen met een VOG niet. Cijfers zijn gecheckt waar. Ja, nou, okay. En dat is verschrikkelijk. Dat doet pijn. Mm-hmm. En dan ben ik het eens met meneer Roethoff als hij zegt het moet wrijven. Het moet schuren. Ja, maar wel even oorlog. Het, ja. Nee, absoluut niet. Geen oorlog. Kom op. Nee, maar plaag hoor. Meneer. Ja, goedenavond, Mensberg. Wat ik lastig vind in dit verhaal is dat de basis voor debat komt voort uit ontkenning. Nederland is een alcoholist die al jarenlang ontkent dat hij een alcoholprobleem heeft. Wiens vader ook nog een alcoholprobleem had, wiens overgrootvader ook een probleem had. Generatie op generatie ontkennen wij het racismeprobleem. En daardoor komt het debat zo scherp nu uit de verf. Dus ik denk dat het goed is om met elkaar niet te gaan bekvechten over woordjes als institutioneel racisme en systematisch racisme. Er is gewoon structureel een groot probleem al jarenlang, decennia lang, wat feitelijk door wetenschap wordt aangetoond. Laten we met elkaar alsjeblieft het monster in de bek kijken en structurele problemen oplossen. Oké, we kijken het monster in de bek. Meneer, ik kijk niet meteen naar u dan, maar vertel. Ja, mijn naam is Mohandis uit Gouda, gemeenteraadslid al daar. En ik wil vooral aangeven dat het mij opvalt dat bij dit debat het niet gelijk gaat om ik heb gelijk of u heeft gelijk. Iedereen kan racisme ervaren. Ik heb het zelf ook ervaren in 2010. Vertel, wat heeft u ervaren? Nou ja, ik was toen voorman van de PvdA-jongeren. Ik ging stappen en ik ben niet geweigerd om mijn politieke kleur bij het uitgaan, kan ik u verzekeren.
Maar wel om het PvdA-lidmaatschap? Maar om een afkomst. Maar om een afkomst. Oh, en ja. Dat is hard. Daarmee word je geconfronteerd. En dat laat ook zien dat het een wezenlijk probleem is. En als ik dan naar de stelling kijk, het huidige racisme debat drijft Nederland uit elkaar. Dan denk ik, er ligt een diepe probleem, dat is de tweedeling. Mm-hmm. En het grootste probleem wat ik ervaar bij het racisme debat is dat luisteren naar elkaar iets lastigs is. En dat schreeuwers lijken te overwinnen. En ik denk dat het morele kompas om Nederland te verbinden echt stuk lijkt. En dat is de grote opdracht van ons allemaal. Ja. Ik dank u zeer. Even, waar ga ik, mevrouw? Ja, ik ben Paulina de Jong. En ik vind dat ik als Nederlander gediscrimineerd word. Kijk, racisme is gebeurd, is vreselijk. Mag niet meer gebeuren. Maar moet ik mijn eigen sorry zeggen om wat mijn voorvaderen waarschijnlijk helemaal niet gedaan hebben? Moet ik daar sorry voor zeggen? Terwijl ik zelf als Nederlander, ik heb MS. En ik loop alleen maar tegen de gemeentes aan te vechten om hulp te krijgen. Wat niet gebeurt. Mm-hmm. Ik denk, het wordt eens tijd dat de regering verandert en dat de gemeentes veranderen. Dat die is daar werk van gemaakt. U voelt zich, zoals het heet, niet wit geprivilegeerd? Nee. Dat kan. Ja. Dat is duidelijk. Ja, dat loopt met duidelijk punt. Je zegt, ja, laat ze een keer aan Nederlands denken. Dag meneer. Ja. Ja, jou kennen we. Ja, ik ben Steven Brunswijk. Ik had eerst de naam Braboneger. Maar ik werd ouder, kreeg kinderen. En toen vroeg ik me af, is het handig om die naam te hanteren? En ik kreeg andere inzichten. En toen vond ik de naam ook niet passen meer bij mijn carrière. Ik kon een grotere groep bereiken. Surinamers die me wel grappig vonden, alleen de naam niet goed vonden. Heb ik afstand gedaan van die naam. Alleen als ik naar die stelling kijk, het huidige racisme debat drijft Nederland uit elkaar, dan denk ik, ja, dat is toch logisch. Het is ook logisch, want mensen ontkennen het, maar als jij op de scholen niks vertelt over slavernij, ik krijg 4 weken lang de Tweede Wereldoorlog, duurde 5 jaar. Slavernij... Mevrouw. En dat vind ik het erger. Mevrouw. Wat er gebeurd is, de Tweede Wereldoorlog is ook vreselijk wat gebeurd is. Maar wij gaan niet de mensen die nu leef in Duitsland, erop wijzen wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog. Maar mevrouw, wat ik wil zeggen, uw punt 1 zegt u, janken, een denigrerende term vind ik zelf, maar goed, ik ga daar niet in mee. U geeft Duitsland aan, vind ik een mooi voorbeeld, want Duitsers vertellen alles over de Tweede Wereldoorlog. Ja. Waarom doen ze dat? Om een herhaling te voorkomen. Ik heb 2 bladzijden gekregen over iets wat 400 jaar duurde. Ja. Dan heb je het niet helemaal begrepen. En dan, als je dan gaat kijken, mevrouw, mag ik even uitpraten, als je dan deze stelling hebben, het huidige racisme debat drijft Nederland uit elkaar, dan is het toch logisch als je niet toegeeft wat ik heb. Ik heb het niet over excuses, mevrouw. Ik heb het over vertel de jeugd wat er gebeurd is. Meer vragen we niet. Vertel wat er gebeurd is. Okay. Maar dat gebeurt niet. Even, Steven. Maak een boek. Steven, jij hebt moeite met, je hebt zelf die naam Braboneger hoeveel jaar geleden bedacht. Ik bedoel, het is je eigen framing. Klopt. Ik zat, laat ik het zo zeggen, ik dacht dat het ook niet zo erg was. Ik zag het anders. Maar toen ik ouder werd, en ik zag onder mijn films reacties. In het begin dacht ik, wat zeuren ze nou? Heb je last gehad van racisme zelf? Tuurlijk heb ik last gehad van racisme. Ja, ik vraag het. Ik heb last gehad van racisme, ja. Ik zit in McDonald's en daar klopt een dame aan. Die had allerlei kinderen bij. Een juffrouw, denk ik. En die zegt, kijk, zitten 2 zwarte pieten. Ik was met mijn broer. Weet je, dus tuurlijk bestaat het. Ik bedoel alleen te zeggen, mevrouw, schrijf een boek, zegt u. Maar hoe wil je naar een betere toekomst als we onze jeugd niet vertellen hoe zwart de bladzijde was? Dank. Die meneer is straks. Ga eerst even naar deze madame. Ik zag u nog niet staan. Vrouwen gaan voor, jongens. Ik discrimineer ook. Komt u. Mijn naam is Tara Lewis. En het punt wat ik eigenlijk wil maken is eigenlijk wat mevrouw net zegt. Ik denk dat ze namelijk een heel goed punt maakt. Ik vraag mezelf al een hele tijd af, waarom zijn mensen racistisch en waarom schelden ze mensen uit? Ik word mezelf eerlijk gezegd regelmatig uitgescholden. Ik weet niet zo goed waarom. Ik denk dat er best wel veel witte mensen zijn die het heel erg moeilijk hebben. Ja. Sociaal-economisch, net zoals ook heel veel donkere mensen en allerlei andere Men mensen. Men zegt altijd het precariaat, de witte onderklasse, 14% volgens het Sociaal-Cultureel Planbureau, die hebben het lastig. Ik denk dat, net zoals deze mevrouw, deze mensen helemaal geen wit privilege ervaren. Nee. En sterker nog, dat ze misschien hartstikke ongelukkig zijn en het heel vermoeiend vinden om de hele dag te horen dat ze wit privilege hebben. En dan eerlijk gezegd, ja, dit soort, vind ik niet bepaald hele genuanceerde, constructieve dingen zeggen. En om eerlijk te zijn, als ik word uitgescholden door een boze witte man op straat, probeer ik me te verplaatsen in hem. Waarom is deze meneer zo ongelukkig? En ik denk dat dat
klein stukje empathie ons allemaal heel veel zouden helpen. Interessante opmerking. Ik kom misschien bij jou, Steven, terug, maar ik ga toch even een hoogleraar vinden. Wat racisme, dat zit dus kennelijk op een bepaalde manier in ons allemaal. Mevrouw Braun, professor. Ja, we hebben nou geen professor, wel dokter. We hebben antropoloog. We hebben allemaal, als wij met elkaar omgaan, wij zoeken altijd naar overeenkomst. Wij mensen willen gewoon liever met mensen omgaan die op ons lijken. Dat kan je heel stom vinden. Dat vind ik persoonlijk ook ongelooflijk stom. Maar dat zit in ons brein. Als je neurologisch onderzoek doet en we zien mensen die op ons lijken, die vinden we leuker, die willen we eerder bij toen ons. Toen Stef Blok dit zei als minister van Buitenlandse Zaken, moest hij bijna vertrekken. Ja, en dat vond ik interessant. Ik liep over de muur in China, over de prachtige Chinese muur. Ik dacht, goh, wat grappig, hè? Want overal op de wereld bouwen mensen muren om hun eigen tribe. Het wil niet zeggen dat je er niks aan kan doen. We weten uit allerlei sociaal-psychologisch en antropologisch onderzoek dat precies wat u net zegt, mevrouw Lewis, dat het enige wat echt helpt, is kinderen bewust te maken en zeggen, oké, dat doen wij met elkaar. Wij vinden elkaar niet zo leuk als we heel anders zijn, als we zwart zijn of gehandicapt of homo of vrouw of wat dan ook. Het enige wat helpt is om te zeggen tegen een kindje, hoe denk jij dat dat andere kindje zich voelt? Dat is echt het enige wat helpt. Empathie, gevoel. En ik denk dat we op dit moment, dat we dat niet doen. Dat we heel erg identiteit uitvergroten, terwijl mensen altijd meer identiteit hebben. Jij bent Brabo-neger, zoals je jezelf noemde. Dat noem je zelf nu niet meer. Maar je bent ook man en je bent misschien vader en je bent misschien goed in wiskunde. Ja. En nu schuiven we steeds in een maatschappelijk debat één identiteit met z'n allen heel groot naar voren. We hebben gezien wat er dan in Srebrenica gebeurt als we dat blijven doen. Ja. Dus ja, we moeten leren omgaan met verschil, maar niet met z'n allen één identiteit schuiven. Jongens, de wetenschap spreekt, hè? Luister naar die vraag. Misha Blok. Ja, ik vind het zo jammer dat het steeds gaat over wit en zwart. Ja, terwijl wat er zijn ben jij zoveel dan? Kleuren die daartussen zitten. En ik merk dus ook over, over de stelling dat op het moment dat je die nuance gaat proberen aan te brengen, nou, dat wordt je niet in dank afgenomen. Ja. Jij hebt een bepaalde hashtag in het leven geroepen. Ja, ik ben geen kut-Chinees. Dat was de hashtag. Ja. Buitengewoon subtiel, leg uit. Ja. Ja? Omdat ik ben ervan overtuigd dat als je eens een keertje iets hardop zegt, dan maak je ook dingen zichtbaar. En pas dan kun je dus problemen gaan veranderen. Want jij hebt Koreaanse roots. Ik ben geboren in Zuid-Korea. Ja? Vanaf mijn derde in Nederland. En ik heb gewoon eens een keertje hardop geroepen, op Twitter in dit geval, wat ik al mijn hele leven meemaak, dat ik word uitgescholden voor kut-Chinees. Ja. En dat is niet omdat ik zielig gevonden wil worden, maar om gewoon te kijken. Maken andere mensen dat ook mee? Oké, ja, dat wil ik toch even horen. Want ja, kijk, zwart, ik ben nu tegenwoordig dus wit. Ja, heel veel mensen zijn wit. En zwart, maar dat is natuurlijk een enorm breed palet. Wie zit er ook tussenin? Heeft hetzelfde probleem. Zei je het? Iemand? Ja, Vincent wil even. Sujet, sorry. Ja, nee, absoluut. Wil je een antwoord op je vraag of wil je dat ik zeg wat ik wilde zeggen? Meestal is het zo als iemand vraagt dat hij daar antwoord op wil. Oké, kort. Ik heb het meegemaakt als ik een persoonlijk verhaal moet vertellen. Ik ben ook wel eens uitgemaakt voor... ik ben de eerste generatie vluchteling, dus dan heb ik... Afghaans, ja. Ik spreek Persisch. En ik heb het wel degelijk meegemaakt dat mensen je daar op basis daarvan discrimineren. Maar als ik dat moet vergelijken in verhouding tot de kansen die ik krijg in dit land, dan vind ik het echt ridicuul om daar de hele tijd over te zeuren. En aan de andere kant heb ik ook discriminatie meegemaakt van donkere mensen die vinden dat ik me niet mag bemoeien met het racisme-debat omdat ik niet donker genoeg ben. Oké. Ik vind, ik kan niet iedereen... Snel, ik geef een korte reactie op. Meneer, kort. Ja? Ja, kom maar op. Ja. Ik ga even een paar reacties en dan nog even Kautar, wil ik ook. Ik ben Theo. Ik hoor net zeggen dat het op school moet beginnen en zo. Het moet thuis beginnen. Ik ben samen met mijn man hebben wij een pleeggezin, 5 kinderen, 5 nationaliteiten. Een Marokkaan, een Antilliaan, eentje uit Algerije. Ik loop thuis de hele dag van laat elkaar met rust. We zijn veel te veel bezig om onze eigen soort naar ons toe te trekken. Moeten we dat samen doen en niet op, je moet school niet de schuld geven, thuis moet je dat doen. En bij mij thuis schelden ze elkaar ook uit voor kut Marokkaan. Het is eigenlijk een beetje afdeling oplossingen, kom ik na 9 op. Meneer? Ja, er komt al een microfoon, kom maar. Ja, ik wil me echt aansluiten bij wat zij net zei. Want binnen de donkere gemeenschap is ook heel veel racisme naar elkaar toe. Want als ik zeg dat racisme wel meevalt binnen de donkere gemeenschap, wat krijg je dan te horen? Dat je een rassenverrader bent, een koen, een sell-out, een witte billenlikker, dat je een wit voet probeert te halen bij blanke mensen. Het is echt daadwerkelijk schandalig. Dat is racisme binnen de zwarte gemeenschap. Dat is er dus ook nog. Madame, u wil nog iets zeggen? Ja, ik ben Afra Abdullah, sociaal pedagoog uit Leeuwarden. Ik voel me voor de tweede keer in 30 jaar dat ik in Nederland ben dat ik weer met zo'n racisme te maken heb.
De eerste 15 jaar in Nederland was ik super geïntegreerd, alleen maar complimenten. En ineens ging de break op. Toen 11 september, de aanslag in Amerika, toen was het allemaal mezelf verdedigen, het feit dat ik moslim ben. En nu is het mezelf verdedigen of bewijzen. En je woont in het behoorlijk witte Friesland, toch? Jawel, jawel. Ja. Ja. Oh, jawel is Duits, hè? Nou ja, ik bedoel, een hoofddoekje in Friesland is toch wel een bezienswaardigheid bijna, of niet? Ondertussen niet meer. In Leeuwarden zelf niet zo, nee. Okay. In het dorpen wel. Oké, okay. Goed. Dankjewel voor de reactie. Even Yves als ene laatste en dan Kouter. Yves, kort. Ik wil zeggen, ik ben hier voor... Oké, Kouter, begin. Niet allemaal tegelijk. Nee. Jongens, ik ben voor één keer in mijn leven klein baasje, mag ik het zeggen. Eerst Yves, dan Kouter, dan nu. Nee, ik zou het wel fijn vinden als we vaststellen dat we allemaal Nederlanders zijn hier met elkaar. En dat het niet gaat... Vinden wij dat allemaal? Zijn we allemaal Nederlanders? Oké. Vlagvertoon. Ja, oké, dan. En racisme is geen debat. Racisme is gewoon een feit. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je het erkent. Ja. Want het verdriet... dat is, als je kijkt naar alle programma's op tv en onze meningen worden daardoor beïnvloed. Als je het niet erkent, blijven we maar in die cirkel. Ja. Je moet het erkennen en uiteindelijk moet je mensen gaan beoordelen op hun gedrag. En als we dat gaan doen, en gewoon samen met elkaar... dan denk ik dat we het kunnen gaan hebben over verzet en niet meer over een debat. Akkoord, dankjewel. Kouter is nu aan het woord. Ik wou zeggen... Hoogleraar Tunesische Roots. Ja, en ik ben de directeur van Atria Kennis Instituut voor Gendergelijkheid en Emancipatie. En eigenlijk, ik ben hier ook vanwege mijn zoon, omdat ik aarzelde. En hij zei, je moet naartoe gaan, omdat ik ben een Nederlander, hij is 14. Ik ben een Afro-Europeaan, omdat zijn helft is, ik kom uit Afrika. Mm-hmm. Hij is een Nederlander. En ik wil geen keus maken. En wat we zien hier is, je moet een keus maken. En ik denk Nederland, in dat opzicht, we praten over structureel racisme of... het is meer ontkenning. En ik weet dat toen we hebben bij Atria uitgenodigd Maria Liberia Peters. Omdat Nederlanders zeggen echt, pontificaal blijven ze zeggen, we hebben nooit een vrouwelijk premier gehad. Mm-hmm. Dat is niet waar, er is een vrouwelijke premier. Maar het is in de Nederlandse Antillen. Die heeft 4 kabinetten gehad. Maar toevallig ze is zwart en ze is in de Antillen. En dan zie je ook, het doet pijn ook aan de Nederlandse Antillianen. Omdat er is een bepaalde ontkenning, een bepaalde superioriteitsgevoel vanuit het imperium naar de Nederlandse Antillen bijvoorbeeld. Ja. En toen zij bij ons, bij Atria was, ze zei, wij zijn one, we zijn één. En ik denk in Nederland ook, en hier namens mijn zoon zegt, wij zijn één. En ik ben hybride, noemt hij dat. Vind ik een prachtige woord, hybride. En dit is denk ik, als wij allemaal hybride worden... Maar het is bij jou zo, maar 77% van Nederland heeft nog uitsluitend zeg maar een witte achtergrond. Dat is gewoon demografie. Gaat ook snel veranderen. Op school, ook daarom denk ik op school. Als je begint op school al vanaf heel jongs af, om dat ook te doseren en te geven. Maar ook... op de oplossingen komen we zo. Jongens, we hebben nog wat onderzoek. Want hoe zit het nu eigenlijk met dat racisme in Nederland? Ja, die Gijs, die onderzoekt alles met het Eén Vandaag Opiniepanel. Kijk maar. Bijna 40.000 mensen deden mee aan dit onderzoek, onder wie zo'n 5.000 mensen van kleur. En als we vragen of institutioneel racisme in Nederland bestaat, dan zijn ruime meerderheden van zwarte en witte deelnemers het eens. Ja, dat bestaat, zeggen 70% en 78%. Zij zien dus dat bedrijven of overheden onderscheid maken op grond van afkomst of huidskleur. En we hebben mensen ook gevraagd of ze zelf wel eens gediscrimineerd zijn. Bijvoorbeeld door bedrijven en winkels. En hier is het verschil tussen witte deelnemers en die van kleur heel erg groot. 7% van de witte deelnemers is wel eens gediscrimineerd. Maar ruim de helft van onze 5000 deelnemers met een gekleurde huid. En dan de politie. 3 op de 10 mensen met donkere huidskleur hebben zich gediscrimineerd gevoeld door agenten. Zijn bijvoorbeeld bang voor aanhouding als ze de politie zien. En dat is dus 10 keer zoveel als de witte deelnemers. Ja, en dan scholen en universiteiten. Daar zien we 3 tegen 40%. Ja, of je zwart bent of wit maakt dus veel uit voor of en hoe je discriminatie ervaart. En tenslotte, discrimineren mensen zelf ook? Hè, en geven ze dat dan ook toe? Nou, deels wel. De helft zegt nooit een discriminerende opmerking te hebben gemaakt. Maar ruim een kwart geeft toe wel eens grappen te maken die je als racistisch zou kunnen zien. En 1 op de 10 zegt wel eens expres racistische opmerkingen te maken die bedoeld zijn als belediging. Ja, en vaak is dat, zeggen ze erbij, tijdens het voetballen of in het verkeer.
En deze cijfers gelden trouwens in gelijke mate voor witte en zwarte deelnemers. Racistische uitingen komen in alle groepen voor. Ja, maar 9% maakt foute grappen in het verkeer. Is ook al ingewikkeld tegenwoordig. Wie hierover? Dus uit dit onderzoek blijkt, ze zijn best racistisch en zwart heeft er wel wat meer last van dan wit. Ja, nou, we zijn kritisch geweest naar de uiterste flanken. Maar als je kijkt naar de activistische beweging Black Lives Matter, die hebben het wel geagendeerd. Hè? Activisme heeft ook een functie. Dus ik wil ze niet zomaar helemaal wegzetten. Alles wat geweld oproept, haat zaait, polariseert, daar kun je kritisch tegen zijn. Maar zeg je eigenlijk, je hebt zo'n extremisme nodig om ergens te komen? Nee, extremisme niet. Dat is de rode lijn. Maar activisme om een belangrijke misstand maatschappelijk te agenderen, zoals dat ook gebeurd is, dat is goud wat we in handen hebben. Alleen wat we nu moeten doen, het niet verprutsen met elkaar. Door zelf racistisch te zijn naar de andere kleur toe. Maar ook niet door andere mensen het woord te ontnemen. De pluriformiteit die ons dierbaar is. Of het nou de publieke omroep is. Of in de academische vrijheid. Of de mediavrijheid. Dat met de voeten treden. Dat moeten we niet doen. We moeten en de gelijkwaardigheidsstrijd voeren, koesteren. Maar onze vrijheid die we nota bene dit jaar, 75 jaar hebben, vieren. Okay. Vieren en maar dan uitdragen. Wil ik even aan de zaal vragen. Mevrouw, bent u niet mee eens? Misschien kom ik zo weer even hier kijken. Reisa staat weer. Meneer Van Elsevier, Meinert Venema, in de media, in de wetenschap. Is daar vrijheid? Kan je zeggen wat je wil, Meinert Venema? No. Dat kan niet meer. En dat heeft te maken met het feit dat aan de universiteit de neiging bestaat om het feit dat er overal racisme is, omdat als een collectieve schuld en een collectieve verantwoordelijkheid te zien. En ik denk wel dat dus bestrijding een collectieve verantwoordelijkheid is. Maar ik denk dat het verkeerd is, en mevrouw heeft volkomen gelijk, dat je zegt, ja, maar luister, ik vind bijvoorbeeld persoonlijk dat de Nederlandse staat zijn verontschuldigingen moet aanbieden over de slavernij, omdat zij de erfopvolger is van de VOC. Maar daarmee is niet gezegd dat Nederlanders verantwoordelijk zijn voor die slavernij. Ja. Net zoals de excuses aan Indonesië impliceren dat de mensen die geweigerd hebben om naar Indonesië te gaan toch schuldig zouden zijn aan. Oké, maar even een concrete vraag. Kijk, discriminatie mag niet, artikel 1 grondwet, kennen we allemaal. Mag je een racist zijn? Dat mag niet. En dat vind ik heel erg, omdat namelijk degenen die vinden dat dat niet mag, die eisen ook het recht op om te definiëren wat het is. Daar gaat het mis. Duidelijk punt. Steven, korte opmerking. Ja, het enige wat ik wil zeggen is, we hebben een prachtig land. Ik denk niet dat er echt bewust racisten zijn in Nederland. We zitten hier met z'n allen. Nee. Ik denk niet dat er echt mensen racistisch bewust zijn. En misschien een 0.5%. Nou, die dommerikken. Het zit wel een beetje in ons, hè? In groepsdenken. Ja, dat zit wel in ons. Ik denk niet dat echt mensen bewust op hun kleur echt racistisch zijn. Ik denk niet dat. Ook wit, zwart. Mag ik iets zeggen? Venema. Nee, ik heb een dochter wier moeder zwart is. En mijn schoonmoeder zei toen mijn dochter geboren werd tegen haar dochter: je hebt je ras verbeterd. Onwetendheid, maar dat is nog steeds geen racisme. Het kan me niet schelen. Maar er is wel bewust en onbewust racisme. Mm-hmm. Daar moeten we ook op. Juist, dank je. Oké, maar ik ga even andere nieuwe reacties. Dag meneer, u staat. Ik kom zo bij jou, Reiza. Ja. Mijn naam is Inzo Radstaken, filmproducent. Heb films gemaakt van Korea tot aan Suriname en dingen die ertussenin liggen. Kijk, ik denk het probleem van het huidige discours is, denk ik, dat er mensen willen gelijk hebben. En ik denk altijd, wil je gelijk hebben of wil je iets oplossen? En ik denk dat, en dat is mijn persoonlijke mening, ik vind inderdaad het agenderen wat er gebeurt fantastisch, maar nu moet je door. Nu moet je naar de verbinding toe. En misschien moet je ook naar jezelf kijken en van oké, mijn rol was het agenderen, maar misschien ben ik niet zo goed in het verbinden. En ik denk dat, ik hoorde net het onderwijs, ik denk een heel groot gedeelte komt voort uit onwetendheid. De verhalen worden gewoon niet verteld. Ik bedoel, ik heb die film over de HEMA geproduceerd. Ik hoefde aan niemand uit te leggen bij de publieke omroep dat dat een goed idee is. Maar toen ik 10 jaar geleden kwam met Anton de Kom, toen zeiden ze, wie is dat? Is nu een kanon. Ja. Hij is het nu. Ja. Het is ook 9 uur geweest. Gelijk. Burgemeester? Nou, het is ook 9 uur geweest, dus we moeten naar de oplossing. Het is een aardig debat. U gaat over de openbare orde, maar niet over het orde in het debat. Nee, dat is waar. Dus ik kom zo terug. Gert-Jan van Schoonhoven, Elsevier. Ja? Jij vroeg ervaar je vrijheid. Ga maar even staan. Sorry, ga maar even staan.
Je vroeg, ervaar je vrijheid of onvrijheid? Nee, ik ervaar eigenlijk alleen maar vrijheid, althans in mijn werk. Om te schrijven wat ik wil en over de onderwerpen waarover we willen. Maar wat natuurlijk wel zo is, dit debat vind ik eigenlijk ook een vorm van vrijheid. Als je ziet hoe meer stemmig dat is. Juist. En vanuit hoeveel achtergronden er gesproken wordt. Al die perspectieven die bij elkaar komen, mm-hmm. Dat vind ik prachtig. Maar het is natuurlijk wel zo, en dat is natuurlijk wat in een andere stad verderop gebeurt, dat er een zekere militante beweging is, waar je volgens mij erg alert op moet zijn. We hebben het over 020, ja. Nou ja, we hebben het over het debat in de Pakhuis te Zwijgen, wat toch in zekere zin een debat voor eigen parochie is, en dat geprobeerd heeft om dit debat te ondermijnen. En dat lijkt mij dat een zekere vijandigheid is jegens intellectuele vrijheid, vrijheid van debat. En ik denk dat iets is waar we alert op moeten zijn. Ja. Het tweede wat ik eigenlijk wil zeggen. Geef er gewoon niet aan toe, hè? Kan ook. Nee, gewoon. Ja. Het is even de reden waarom ik hier wel wilde zijn. Ja. De tweede, kijk, er werd net gezegd discriminatie, racisme. Ik denk dat er zeker alledaags racisme is. Die ervaring horen we. Ik denk dat dit onderzoek wat we net hebben gehoord sterk gevormd is door de Black Lives Matter discussie en ook door bijvoorbeeld uitspraken van meneer Rutte. Hmm. Er liggen twee grote rapporten van het Sociaal en Cultureel Planbureau van maart, april. Hmm. Er liggen jaarverslagen van alle antidiscriminatiebureaus en die geven een andere werkelijkheid, een meer incidentele vorm van discriminatie. En de belangrijkste vorm van discriminatie in Nederland is leeftijdsdiscriminatie. Oké, nee, wacht even. Ik vind het heel leuk. Jullie willen allemaal. Ik ga toch. U staat heel lang en dan ga ik naar de dame in de groene jurk. Meneer, kort. Nou, ik ben Jan Veldhoen van Politieke Partij Lees Veldhoen. Ik heb meegedaan met Tweede Kamerverkiezing, Eerste Kamerverkiezing, Gemeenteraadverkiezing. Groot succes geworden. In 2002 heb ik de corruptie bij de politie proberen aan te pakken. De corruptie bij de politie proberen aan te pakken. Ja? Omdat ik zelf de ervaring had dat ik door een politieagent met de dood ben bedreigd. Poging de doodslag mijn voorbeeld had geraden. Ja. Dat was uitgezocht door de Nationale Ombudsman. Er is toen nooit wat aan gedaan. Ik ben toch een lange, blanke man. Dus discriminatie is niet alleen zwart-wit. Er zijn hier ook andere mensen. Er zijn Turkse mensen, Marokkaanse mensen, Chinese mensen. Maar het onderzoek blijkt wel dat zwarte, als ik het zo mag zeggen, meer ervaren en meer tegenkomt. Dat staat gewoon in alle onderzoeken. Dat weet ik niet. Maar nu, op dit moment, dat die zwarte Piet-discussie is. Oké, maar is punt gemaakt, niet alleen... Maak het even af. Nu zijn de mensen uit elkaar gedreven. Terwijl je samen together een mooi land kan maken. Ja. En die oproerkraaiers, die het hier niet aan de zin hebben, dan gaan ze toch lekker weg. Oké. Okay. Ja. Of je doet mee om het land nog mooier te maken. Je moet samen toch een oplossing opbouwen. Oké, ik ga even naar de mevrouw de Groenjurk, had ik beloofd. Jongens, ja. Ja. Mevrouw, maakt u zich bekend. Goedenavond, Jort. Ik ben Nasra. Ik ben 45 jaar en jouw vraag was net of ik de vrijheid voel om te zeggen wat ik vind en wat er aan de hand is. Nee. Ik voel niet de vrijheid om in de witte context waarin ik werk te vertellen hoe vaak latent racisme aanwezig is. Mm-hmm. Want het wordt altijd gebagatelliseerd. In wat voor witte wereld werk je? Mijn baas weet dat ik hier ben, dus ik zeg het maar. Ik werk bij de gemeente Rotterdam in het middelmanagement. En ook daar heeft Black Lives Matter gemaakt dat een van mijn collega's het lef had om te vragen in het team, vinden wij hier wat van? Waarop de witte collega's zeiden, hoezo, dat speelt toch niet bij ons? Dat discussie klaar. Ik vind is dat er... Niet de mijne. Hey, maar daarom sorry, is toch volgens mij was ik aan het woord, dankjewel. Ja? Volgens mij moeten wij het ongemak wat er is in deze samenleving om het te benoemen met elkaar bespreken, want het is er. Laten we vooral kijken hoe we het kunnen adresseren. En wat is dan gewoon even heel concreet het grootste ongemak wat jij zelf hebt ervaren, los van een discussie die wel of niet gevoerd mag worden? Het grootste ongemak. Voel je pijn? Ja, ik voel pijn. Ja? Ik voel pijn als ik tegenover mijn professor zit aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ik zit daar met mijn blanke groepje, wij moeten een presentatie geven. En hij staat tegenover me en hij gaat extra langzaam tegen mij praten, opdat ik het ook begrijp. Ik voel de pijn als ik met mijn witte vriendinnen in Lochem ben en ik de enige ben die een privébeveiliger en servicemedewerker heb die elke 5 seconden vraagt, mevrouw, kan ik u misschien helpen? Ja? Mevrouw, kan ik u misschien helpen? Daar gaat het om. Oké, punt gemaakt. Reizen had ik beloofd.
korte opmerking, jongens. En dan wil ik echt nog een paar mensen het woord geven, die meneer ook. Kom maar. Ik begin om even in te haken, want ik werk natuurlijk zelf ook aan de Universiteit Leiden. Wat u beschrijft is natuurlijk afschuwelijk en dat kunnen we ook niet goed praten. Maar wat ik wel zou willen zeggen is, wat er nu gebeurt, is dat er allerlei voorstellen worden gedaan voor diversiteitsoffices, et cetera. Maar op basis van een soort nieuwe klikcultuur, want dat is wat er eigenlijk gebeurt, hè. Dat er dan iemand, er wordt gezegd van, oké, deze persoon die heeft dit gezegd. En nou ja, dat wordt dan gelijk in hele extreme termen getrokken. En dat er eigenlijk een hele soort collectieve verkramping ontstaat dan. Hè? Dus dat mensen bang worden om zich uit te spreken op een universiteit. Ook juist omdat ze bang zijn dat ze misschien aan de schandpaal worden genageld publiekelijk. Ja. Ja. En dat zo'n diversity office erachteraan gaat. Dus echt een soort officier. Hè? En mensen dan daarop aanspreken. En dan verliezen we echt alle nuance uit het oog. En dan ontstaat er ook echt, mijns inziens, een vijandigheid richting het open en academisch debat. Nou, dat valt. Oké. Wacht even. Wat we gaan doen is het volgende. Even diversiteit en zo. Dus mensen die allemaal al gesproken hebben, die ga ik nog proberen. Maar ik ga eerst even de nieuwe gezichten een kans geven. Want anders is het niet eerlijk, jongens. Alles moet eerlijk. Meneer, ik heb u niet gehoord nog. Wie bent u? Mijn naam is Han van der Horst. Ik wil graag in herinnering roepen de hele concrete gevallen van ernstige racisme en discriminatie die Karik net heeft benoemd. Wij hebben het nu de hele tijd, maar al te vaak over definitiekwesties en over de juiste houding die de persoon in zou moeten nemen ten opzichte van het racisme. Daar heeft een slachtoffer van concreet racisme niks aan. Oké, punt gemaakt. Wie nieuwe gezichten, madame. Ik ben Frederik Jans, Landelijke Antidiscriminatievoorzieningen. Wij brengen rapportages uit elk jaar. En het is niet die cijfers, hè, die u, de meneer, voor mij noemt. Die, elk jaar is de grond afkomst, ras, is de meest genoemde grond wat klachten betreft. Zowel bij de politie als bij de antidiscriminatievoorzieningen. En dat heeft dus niet alleen met het onderzoek en naar aanleiding van Black Lives Matter te maken. Maar dat is jaarlijks zo. Dat is al lang zo. Wordt het minder of wordt het meer? Wordt het meer of minder? De meldingsbereidheid van mensen is laag. Dus het is, blijft redelijk stabiel. Oh. Maar het speelt veel meer dan dat er gemeld wordt. Jongens, ik heb een voorstel. Ik wil naar oplossingen. Mag dat? Ja, niet. Nee. We gaan, waarom nee? Laatste opmerking en dan gaan we naar oplossingen. Want ik vind, die meneer zei net van we moeten op school beginnen. Ja, dat mijn zoon op school kwam en een bepaalde groep altijd buiten het ene K-woord naar het andere K-woord zei. En denk ik, doe daar maar aan dan. Ja. Mijn zoon zei, als jij in mijn buurt nog één keer het woord uit durft spreken, sla ik je voor je bek. Nou, buitengewoon deftig. Maar als je continu kanker hoort, kanker dit, kanker dat. En dan denk ik, als je dan op school wil beginnen, begin daar dan eens aan. Okay. En net zoals die mevrouw, spreek jezelf uit. Laat je eigenlijk niet in de luur leggen. Kom voor jezelf op. Michel, nee jongens, ik kan niet. Even één seconde. Weet je wat we gaan doen? We gaan even Gijs Rademaker vragen wat Nederland denkt over oplossingen. Als we deelnemers vragen of de Nederlandse overheid excuses moet aanbieden voor het Nederlandse slavernijverleden, dan vinden de meeste mensen van niet. Daarvoor, zeggen ze, zijn de gebeurtenissen te lang geleden gebeurd. 1 op de 5 vinden dat wel excuses moeten worden aangeboden. En bij Nederlanders van kleur willen de meeste mensen wel dat Nederland excuses aanbiedt. En dan, op verschillende plekken in Nederland ontstonden er deze weken ook protesten bij standbeelden van omstreden historische figuren. Moeten die aangepast worden of niet? Mensen staan niet te springen. 2/3 heeft liever dat er helemaal niets wordt aangepast. Maar tegelijkertijd vindt 3/4 het wel acceptabel als er uitlegbordjes bij de beelden zouden komen, waarop ook de schaduwzijde van die persoon wordt besproken. En ook het plaatsen van extra standbeelden van mensen die zich juist tegen koloniale overheersing en slavernij hebben verzet, vinden de meeste mensen een goed plan. Kijk eens even aan. Dus moeten we excuses aanbieden? Dus zullen we daar even mee starten? Ik heb het al een keer gehoord. Iemand die zegt, wie is er voor excuses? Ja. Ik even handjes zien. Verder mij heb ik al gehoord, excuses. Wie zegt onzin? Moeten we niet doen. Geen excuses. Wel excuses. Oké. Okay. Ik zeg eerst even geen, want het is de minderheid. U krijgt hem als eerste, dan krijgt u hem. Ja? Nou ja, wat ik merk met excuses is dat heel veel blanke mensen, want ik stop de opleiding journalistiek en er zitten heel veel van die blanke meisjes uit een Phoenixwijk en die gaan mij dan vertellen hoe ik onderdrukt ben.
En dat vind ik echt gewoon heel irritant. Dat is ook een voelt soort van het niet ook een beetje lekker? Nee, nee, het is ook, nee? Kijk, die feministische meisjes die gaan dan bijvoorbeeld naar Black Lives Matter. Maar ik zeg, het gaat niet om Black Lives, het gaat ze om Black Cocks. Oh. Oké. Okay. Oh. Het is maar goed dat we live zijn, anders hadden we hem eruit geknipt. Kom maar. Precies. Ja? In de eerste plaats, excuses moeten. Dat is zeer terecht als Nederland excuses maakt en doet voor het slavernijverleden, voor ons gedeeld verleden. Wat helpt het eigenlijk als we excuses maken? Ja. Ik zei net, mijn voorouders zijn uit Frankrijk gevlucht voor de katholieke furie. Kan gebeuren. Ik ben niet boos meer op de Fransen. Het is minder erg dan slavernij, geef ik onmiddellijk toe. Maar wat helpt het? Misschien helpt het niks, maar ik denk dat het een hele groep mensen die heel veel pijn en anger voelen, dat het die mensen helpt. Dat is geen oplossing. Ja. Oké, okay. Excuses. Okay. Koning, hier. Nee, dank u zeer. Punt gemaakt. Andere excuses, mevrouw. Excuses? Ik denk... Nee. Geen excuses, nee. Want? En daar heb ik een uitleg. De Nederlanders van nu, ik moet ook eerlijk zeggen, ik voel me niet gediscrimineerd. Ik heb een grote mond, ik kan schrijven, ik ken de wet. Dus als er wat is, zoek ik de weg op. Ik zie en dat het gaat zo. Ook ik voor al mijn broeders. Nee, dat gaat ook voor al mijn zwarte broeders en zusters. Ja? Ja. Slavernij, ja, verschrikkelijk. Okay. Dat meen ik. Goed. Okay. Ja, joh. Excuses aanbieden. De generatie van nu heeft er niks mee te maken wat er 400 jaar geleden gebeurd is. Oké, okay. Punt gemaakt. Dus, punt gemaakt. Okay. Positief. Nee, maar ik heb het eens. U bent professor, u bent de laatste. En dan ga ik echt naar concrete oplossingen, jongens. Dat moeten we met elkaar voor elkaar krijgen. Ja. Kijk, 35 jaar geleden was het Landelijk Bureau Racismebestrijding in Nederland. Dat heeft 10 jaar ongeveer gefunctioneerd. Heer, stilte even. Ja, het heeft gefunctioneerd. Er zijn een heleboel maatregelen getroffen. Ik heb even de antidiscriminatiecode in 1989 geschreven. Ja. Uitzendbureaus, psychologische tests, streefcijfers voor gemeenten. Mm. Al dat soort rijksoverheid. Mm. Maar bijvoorbeeld de samenleving is verkleurd, maar de provincies zijn blank gebleven. Ja. Dus als je praat over structureel racisme, als de instituties zich niet aanpassen aan de bevolking samenstellen en de verandering, van de grote steden, ook de politie niet, dan ontstaat er ongemak en ontstaat er alleen storingen. En mensen voelen zich niet gewaardeerd en voelen zich achtergesteld. Dus wij moeten maatregelen treffen en de maatregelen van die tijd die gewerkt hebben, die moeten we nu toepassen en moeten nieuwe maatregelen treffen. En nog een laatste punt. Ik ben zelf gediscrimineerd 37 jaar geleden door de gemeente Amsterdam. Ik heb de strijd gewonnen. Ik heb ervoor gezorgd dat daarna een heleboel mensen bij de gemeente Amsterdam in dienst zijn gekomen. Meneer Venema zit daar, die kan ervan getuigen. Punt gemaakt. Farita Zarkan, wat moeten er voor maatregelen komen? Wat moet de politiek veranderen? Voordat we naar maatregelen gaan, Jort. Nee. Ik denk dat het in Nederland op dit moment zo is dat we eigenlijk het individu tegen de instituties laten vechten. Hmm. Dus als er mensen binnen de politie vaststellen dat er racisme is, dan moet die persoon in zijn eentje vechten tegen dat instituut. Dat wint hij nooit. Hmm. Dat geldt ook voor de Belastingdienst, hebben we dat ook gezien. Het heeft 8 jaar geduurd totdat er journalisten... Oké, maar dat punt heb je gemaakt. Nee, maar wat er dus moet gebeuren, wat we zagen bij Mendes Moreira was heel mooi, is dat eigenlijk heel veel mensen hem gingen steunen. Ja. Hij stond er niet alleen voor. We zagen mensen van het Nederlands elftal, we zagen teamleden van hem. Wat ik namelijk vaak meegemaakt heb, is dus als je er alleen voor staat, dan ga je het nooit winnen. Dus wat we moeten erkennen, is dat dat ook een probleem van de samenleving is. En daar, merk ik, zijn we nog heel erg verdeeld. Als we dat erkennen, dan kunnen we in gezamenlijkheid... Oké, ik maak een politiek rondje, want jullie gaan er ook een beetje over. We hebben een plan samen. We krijgen nu DENK en de VVD gaan een fusie aan. Wat wil de VVD? Nou, wij verschillen ongeveer op 100 punten verschillen wij van mening. Maar laat er nou één punt zijn dat wij met elkaar eens zijn. En dat is dat wij tegen discriminatie zijn. Dus wat wij hier in de gemeenteraad in Rotterdam hebben gedaan... dat heeft mijn collega Tim Versnel gedaan. Die heeft samen met DENK een plan gemaakt. Inmiddels meer dan 7 partijen hebben zich erbij aangesloten. Ja. Er zitten hele concrete punten in. Onderwijs. Meer aandacht voor hoe je met elkaar omgaat. Dat gaat niet alleen over zwart en wit. Het gaat ook hoe ga je om met andere geaardheden. Andere groepen. Er is ook racisme. Okay, ik kan niet het hele programma doen. Nee, maar dat is even, ik noem 2 punten. Dus dat onderwijs. Heel veel aandacht natuurlijk bij geschiedenis over slavernij. Maar bij burgerschap. Lestrajecten voor Rotterdamse middelbare scholen. Maar ook bijvoorbeeld een stadsmarinier antidiscriminatie. Dat is een instrument wat we gebruiken eigenlijk in Rotterdam voor drugscriminaliteit en sinds 2 jaar voor armoede. Dat gaan we nu ook inzetten tegen discriminatie. Oké, concreet punt. Jan Paternotte, D66. Wat moet er veranderen? Eén concreet punt wat D66 betreft. Quotum voor diversiteit, voor mensen met een kleur. Nou, wat ik het mooi vind aan deze avond is dat je als voorbeelden vooral hoort dat racisme in de weg zit bij de meest elementaire dingen in het leven. Als je een baan zoekt, als je een huis zoekt, als je een stage zoekt en op het mbo zit. Dus laten we daar beginnen.
En ik vind het mooi dat hier in Rotterdam concrete dingen gebeuren. Okay. Mark Rutte zei, het is een probleem, moet het nog niet doen. Maar laten we daar een boete op zetten. Laten we zorgen dat die stages, dat we dat op de school regelen, zodat de kans veel groter is dat je niet op je 16e al geconfronteerd wordt met afwijzingen op basis van je naam of je huidskleur. Oké, Jort, nog eentje is in de Tweede Kamer. Heeft DENK samen met D66 het voorstel ingediend voor de Nationale Coördinator Discriminatiebestrijding. Samen DENK is de grote communicator geworden. Wat goed om te horen. Nee, maar ik plaag je. Nee, er zijn heel veel mensen. Nee, maar wij proberen kleine bijdragen te leveren. Maar heel zeker. Veel mensen, nee, maar punt genoteerd. Dave Ensberg en dan nog een paar originele voorstellen vandaar. Dave Ensberg en madame. Twee concrete voorbeelden. Ten eerste Deltaplan discriminatie. Dat is een voorstel gedaan door artikel 1 aan de Tweede Kamer om te komen tot een deltaplan waarin het veelkoppige monster goed wordt getackeld. Tweede voorstel, vanuit de samenleving zelf, niet vanuit de overheid, komt dan een brede burgerrechtenbeweging die professioneel goed kan lobbyen voor burgerrechten, breder dan alleen al discriminatie. Net als in Amerika, al 100 jaar bestaand. We moeten nu echt een keertje... Nee, in Amerika gaat het ook top, dus dat is een goed voorbeeld. En u daar, mevrouw, u wilt al heel lang iets zeggen, maar ik wil concrete oplossingen. Dan kunnen we misschien nog een stapje zetten met z'n allen. Ja. De concrete oplossing die zie ik nog niet zo 1, 2, 3. Oh, dank want u wel. Het onderwerp wordt gekaapt. Ja, nee, dan ga ik door. Nee, ik wil nu concrete oplossingen. Kijk, ik heb allemaal oplossingen. Ik wil drie dingen, want ik heb ook nog een oplossing. Ik denk dat we nu eens voor de eerste keer, als er een strijd te voeren is, dat we die samen voeren. Ik kijk terug op een aantal decennia terug waarin we een islamdebat hebben gehad. We hebben een genderdebat gehad. We hebben nu het racisme-debat. Wat gebeurt er? In allerlei kleine groepjes proberen wij een strijd te voeren waar eigenlijk alle schouders hier in Nederland onder moeten staan. En dat doen we dus niet. Ja. Oké, mevrouw bij het scherm. Ja, Jort, ik ga naar de concrete oplossingen, maar liever op individueel niveau. Want ik ga er niet over wat er in de Tweede Kamer gebeurt, maar wat kan je als individu doen in Nederland? Ik ga terugpakken op de stelling waar het eigenlijk vandaag over gaat. Het racisme-debat drijft Nederland uiteen. Ik denk niet dat het racisme-debat aan zich Nederland uiteen drijft. Ik denk dat de manier waarop we het debat voeren in de samenleving inderdaad ironisch gezien meer kan leiden tot polarisatie dan verbinding. En ik denk, waar dit hele debat over gaat, waarom we vandaag hier samen zitten, is om bewustzijn te creëren om het feit dat er een grote groep is van onze medelanders die pijn ervaren door systematisch racisme of discriminatie. Als we dat debat blijven voeren op een wij tegen zij toon, gaan we daar niet toe komen. Okay. Wat kan je concreet doen? Want concreet. Dat kan ik vertellen op individueel niveau. Twee dingen. Eén. Assume good intent. Ga ervan uit dat degene die tegenover jou staat in het debat, of dat nou zwart of wit is, ook komt vanuit een goede intentie. Ja. En ook een vredelievende intentie heeft. En twee, educate yourself. Het feit dat jij iets niet hebt meegemaakt in je leven, betekent niet dat het niet bestaat. En dat zijn denk ik de twee concrete dingen die je op individueel niveau kunt doen. Inspirerend punt, dankjewel. Ik wilde eigenlijk nog een vraag aan Kautar stellen. Kautar, moeten we niet naar de zebra huwelijken? Moeten we het niet gewoon meer met elkaar gaan doen? Hybride, zeg jij. Ja. Gewoon allemaal even met elkaar. Jongens, we hebben... Nee, kijk, heel veel mensen aan het woord geweest. Ik heb het niet iedereen kunnen geven. Excuus daarvoor. De mensen thuis. We hebben het... we hebben het debat hier gevoerd. Zo goed en zo kwaad als dat ging. U hoeft het allemaal niet van ons te geloven. U hoeft het al zeker niet van mij te geloven. Maar misschien moet u eens naar deze man luisteren. I do get a sense sometimes now among certain young people, and this is accelerated by social media, there is this sense sometimes of the way of me making change is to be as judgmental as possible about other people. And that's enough. Like if I tweet or hashtag about how you didn't do something right or used the word wrong verb or then I can sit back and feel pretty good about myself because, man, you see how woke I was? I called you out. You know, that's not activism. That's not bringing about change. You know, if all you're doing is casting stones, you're probably not going to get that far. That's easy to do. Dank u allemaal wel. Dit was de stelling van Nederland. Een vredige zondagavond. Thuis bij AfroTros.